Binnen het SAMAP-programma zijn 180 projectvoorstellen van Surinaamse agrariërs goedgekeurd voor financiering. Vandaag heeft de symbolische ceremonie plaatsgevonden voor de ondertekening van de Small Grant overeenkomsten met de agrariërs. Erik Ceballos, Chief Technical Advisor van de Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, zegt dat hiermee een positieve impact op de productie van deze personen wordt gestimuleerd. Ceballos wees erop dat zowel de FAO als de projectleiders verantwoordelijkheden hebben waaraan ze zich moeten houden. From our side, we first need to buy the equipment and the machinery and all the tools. And from your side is to implement your project when you will have those equipment. So while we will sign today's agreement, that means it's the beginning of a journey for more time to come. And we would like to ask you patience, because buying equipment and machinery for many, many people, as you can see, is not easy. It takes time. And from now on until the end of the year, we will be working for more than 150 projects to be buying this equipment. Minister Pralaat Suedin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat agrariërs middels dit programma een stimulans krijgen om hun gestelde doelen te realiseren. De bewindsman gaf de landbouwers mee om op hun kostprijs te letten, gezien diverse ontwikkelingen in de wereld en Suriname ervoor hebben gezorgd dat deze omhoog moeten. Er zijn mogelijkheden om de kostprijs beheersbaar te houden. Maar we kunnen wel de prijzen enigszins beheersen door een paar zaken die wij zelf, of welke we zelf in de hand hebben. En één daarvan is, hoe kunnen wij beter met elkaar samenwerken? En dat noem ik expliciet, omdat je ziet, je merkt dat er, waar een product 100 zou moeten kosten, dat door heel wat omstandigheden stijgen van de prijzen van transport, maar ook doordat er woekerwinsten gemaakt worden, ja. Dat wil ik wel stellen. Je meestal 200 of misschien meer moet betalen voor een product. Door samen te werken, door samen in te kopen, door afspraken te maken met elkaar om samen te transporteren, zou je je prijs behoorlijk kunnen doen zakken. Het SAMA-project begon in 2019 met de aanvraag van de Surinaamse overheid bij FAO, die belast is met de uitvoering van het SAMA-programma. De middelen voor dit project zijn beschikbaar gesteld door de Europese Unie.